Goedemorgen, het is zondagochtend. Wij zijn STV. Ik ben Manouk. En ik ben Brak, Max. En dit is Heldhaftige Historie, Barmhartige Bronnen en Vastberaden Feitjes. Voor al je feesten en partijtjes. Had ik dat gisteren maar geweten. We staan nu wel op de Nieuwmarkt en het is ook nog eens markt. Max? We zijn in de smalste straat van Amsterdam, de Trompettersteeg. Oh. We zijn midden op de Wallen en hier zijn ook prostituees. En die kun je herkennen aan hun rode lampjes buiten hun deur. Maar er zijn ook paarse lampjes en dan zit er een shemale achter. Blauwe, toch? Nee, paars. Nee, blauw. Ik weet het heel zeker. Ja, blauw. Hoe weet je dat? No comment. Wist jij dat Amsterdam de stad is met de meeste verschillende nationaliteiten? Wow, hoeveel dan? 180. Maar op de wereld zijn er 194. Ah, nou. Sick. Achter ons ziet men de oudste kerk van Amsterdam. En weet je hoe die heet? De Nieuwe Kerk? Nee, de Oude Kerk. Hij is duizenden jaren oud. Hij bestaat sinds 1250. En er werd allemaal geloof uitgeoefend. Right? En ja, maar hij werd ook voor andere dingen gebruikt, zoals het maken van netten, dat werd daar gedaan, en repareren van zeilen. Er kwamen wel eens handelaren en er werden theaterstukken opgevoerd. Feesten en partijen. Wist je trouwens dat er maar een paar houten huizen zijn in Amsterdam? Ik wist niet dat er überhaupt houten huizen waren in Amsterdam. Dit is een houten huis. Wel, alle. En het is tegelijkertijd ook de oudste kroeg. Nou ja, claims in ieder geval. Dit is In het Aapje, de kroeg In het Aapje. En die stond al op een kaart uit 1544. En daar komt eigenlijk ook het spreekwoord In de Aap gelogeerd vandaan. Want er sliepen vroeger allemaal matrozen. Nu komt de aap uit de mouw. Wist je trouwens dat Amsterdam de grootste leverancier ter wereld is van bacon? We zijn nu in de Warmoestraat nummer 90 en we staan voor het oudste huis van Amsterdam. Dat ziet er helemaal niet oud uit. Nee, het komt uit 1485. En pas in 2012 is het ontdekt dat dit het oudste huis is, want de gevel is gewoon heel nieuw. Maar daarachter zit dus een hele houten constructie. Daar kwamen ze bij een brand achter. Voor 2012 dachten ze dat het houten huis in Begijnhof het oudste huis was. Maar ja, dit is dus het oudste huis. We staan in de Oude Hoofdstraat, nummer 22, voor het smalste huis van Europa. Dit huis is maar 2 meter en 2 centimeter breed. En maar 6 centimeter diep zelfs. 6 meter. Centimeter. Meter. Het is echt heel klein. Kijk, we lopen nu langs een gracht, hè? Dat zie je. Wist je dat Amsterdam meer grachten heeft dan Venetië? Nee. Ja, 165 hebben ze. En hoeveel heeft Venetië er dan? Dat weet ik niet. Manouk, we staan nu op de... Waar staan we nu? Kloveniersburgwal. Achter ons op nummer 29 zie je het Trippenhuis. Dit is het breedste woonhuis van Amsterdam. En het is 22 meter breed en gemaakt in 1660 voor de gebroeders Trip. Aan de overkant van dit huis, dus aan de kant waar we nu staan, heb je het Klein Trippenhuis. Het verhaal gaat dat de koetsier van de broeders zei: oh, ik zal blij zijn met een huis zo breed als de voordeur van het Trippenhuis. En zo geschieden, nu heb je het Klein Trippenhuis en dat is zo breed als de voordeur van het Groot Trippenhuis. Nou, het zit weer op. Dit waren alle feitjes en weetjes over de Wallen. Onthoud ze goed, want dan maak jij op het volgende feestje de blitz.